Goedemorgen allieren en van harte welkom. Fijn dat je weer sjogge en harkje naar RTV NOF. Het is weer snijn en tiert voor een nieuwe tjerketjenst. We zijn weer rechtstreeks vanuit de verbindingstjerke hier in de Westerijn bij de PKN van dit dorp. Ik tier gedankt dat wij alweer op nij vanuit deze tjerke een tjenst mijn meidje maaien. Vanmorgen zal in deze tjenst voorgaan Jan van der Meer. Wij vinden het heel fijn dat hij er weer is. Want aan het begin van de coronatijd, toen wij op het allerlaatste moment besloten om het kerketjenst bij jou live thuis op televisie en radio te brengen, wie hij de allereerste predikant. Dus we zijn blij dat hij ook in deze riege van kerketjensten weer bij u is. En de muzikale begeleiding is van de meetingband van onze gastheren van PKN de Westerijn. Ze hebben eigen band, we hebben hun nog nooit gespeeld. Ik heb begrepen dat ze ook al wekenlang net met elkaar spelen. Hebben, maar nou van je morgen in deze tjenst kan dat in ieder geval wel. Dus ik fijn dat zij erbij binnen. En ik tijdens deze tjenst gaan we weer collecteren. Dat is liek als de oren 12 weken voor de zendingsvliegers van MAF, van MAF. En ik in deze tjenst zal je daar wat meer informatie over zien en je krijgt de video nog een keer te zien. En kunnen je donaties achterlaten via kerkcollecte.com. Wij wensen jou een hele goede tjenst daar en vanuit de Westerijn ook een hele gezegende tjenst aan wensen. Goedemorgen al hier. We zijn blij dat we na een lange tijd weer met z'n allen spelen kunnen. En hoe mooi is het dan om met een nummer te beginnen die het eigenlijk voor iedereen wel bekend is. Dus laten we maar eens aan het zingen en zien aan mijn groot meidje, zingen van ons heiland.
We komen ook deze morgen weer samen. Niet allemaal vanuit dezelfde plek, maar wel allemaal in dezelfde naam. De naam in wie wij ons als mensen verbonden mogen weten. Thuis en hier in de kerk. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, Zoon van God, onze God. Beginnen wij deze dienst vanmorgen ook met een moment van stilzijn. Een stilzijn om tot rust te komen. Een stilzijn om God te ontmoeten. Een stilzijn om te voelen en te ervaren dat wat is. We zijn een ogenblik stil. Komend vanuit de stilte, voelend Gods liefde en trouw, mogen we ook het vertrouwen en de verwachting uitspreken van zijn aanwezigheid vanmorgen in ons samen zijn, hier en thuis. Hij die altijd is en blijft, die ons nooit in de steek zal laten, die trouw blijft aan alles waar hij zelf ooit het begin van is geweest. En in de naam van diezelfde God groeten wij elkaar ook. In genade en vrede ons gegeven door Jezus Christus, zijn Zoon en onze Heer, die wij mogen kennen in het werk van de Heilige Geest. Amen. Wat klein begint, dat is het thema van deze dienst hier vanmorgen. Wat klein begint, blijft niet altijd klein. We zien dat terug in heel veel dingen. Dingen die goed zijn, maar ook in de dingen die minder goed zijn. Kijk naar zaad wat gezaaid wordt. Kijk naar hetgeen er geplant wordt. Kijk naar een kind wat geboren wordt. Doel en zin in deze is dat het zal groeien. Dat het tot zijn of haar recht komt. Dat het wat kan betekenen. Zaad wordt graan. Planten worden vruchtdragers. En een kind wordt een volwassen mens. Wat iets kan betekenen voor de ander. Maar, en dat weten we ook, er zijn wel bepaalde voorwaarden nodig om te kunnen groeien. Om dat ook al echt op een gezonde manier te kunnen doen. Bij zaad en planten denken we dan al snel aan water, zon, goede aarde en goede zorg. En wat die goede zorg betreft, ook dat is van toepassing bij een jong kind wat geboren wordt. Want wat is die ook afhankelijk van de zorg die het uiteindelijk krijgt? En als die zorg ontbreekt, of als het niet de goede aandacht krijgt wat het nodig heeft om te kunnen groeien, of wanneer invloeden van buitenaf juist een negatieve invloed brengen, dan stagneert het en komt het nooit tot volle bloei. Kijk naar alles wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Beste mensen, wat klein begint, dat geldt ook voor ons geloof. Ook geloof gedijt alleen als het aandacht krijgt. Als je daar als mens van tijd tot tijd bewust bij stilstaat. Als je er van tijd tot tijd ook echt iets mee doet. Dan is en blijft geloof leven, maar ook groeien. Het geloof is ons gegeven door de geest. Wat we vierden met Pinksteren nog. Maar met de geest is het nog niet klaar. Want ondanks de geest moet er wel wat met dat geloof gebeuren. Klaarblijkelijk gaat dat niet zomaar even zo. Wie gelooft, moet voor groei ook zeker wel wat doen. Maar de vraag is vandaag, waarom zou je daar wat mee doen? Het antwoord komt vandaag naar voren in deze dienst, hier met elkaar. Willen we voorafgaand aan het gebed nu eerst weer luisteren naar de meetingband. Het volgende nummer dat we van Jim gaan spelen, onze meeting band, dat is Groot is uw trouw, Heer. En dit nummer had best wel een impact voor ons, op de familie. Want het is namelijk draaid op de begrafenis van de tante van ons mam. En daarom speel ik het nummer graag voor ons mam, want die wordt er weer emotioneel. En die denkt, we hebben allemaal een goede tijden met ons tante, de tante van ons mam. En als het luistert naar de tekst, dan juist ik dat je altijd waarom kan komen bij God. Hoe volle zon dat ik haast en hoe vaak dat ik maar bij de fout begist. Ik kan altijd bij hem weer omkomen en op hem terugvallen. Dus ik wens je hem volle luisterplezier bij dit nummer. Dankjewel.
Wij dan nu met elkaar bidden. Heere God, Vader in de hemel, groot is uw trouw. Groot is uw trouw. U bent het immers die ons als eerste zoekt. En u bent het immers die als eerste van ons houdt. De hele dag, het leven door, houdt u in alles zoveel van ons. Als wij in de morgen wakker worden en onze ogen openen, bent u voor ons steeds de eerste in alles, omdat u zoveel van ons houdt. En als bij komst van weer een nieuwe dag en wij weer opstaan na de nacht zoals vanmorgen en wij ons weer op u richten, bent u er al eerder voor ons, omdat u in alles zoveel van ons houdt. Als in de dag steeds opnieuw wij met zoveel dingen te maken krijgen, dingen die ook zo vaak en zoveel ver weg staan van u, en die ons ook zo dikwijls afleiden van u, zelfs daar bent u er steeds voor ons, blijvend ook, omdat u zoveel van ons houdt. En wij, zo vaak ondankbare mensen, die altijd maar denken en spreken en het vaak zelf zo goed weten, wij mensen staan daarin ook zo vaak onvoldoende stil bij uw liefde, bij uw grootheid, bij uw zijn. Een liefde die wij van u krijgen, elke dag weer, om niet zomaar. Of eigenlijk omdat u in alles zoveel van ons houdt. In ons leven is het vaak zo donker, Heere God. Maar bij u is het licht. Wij zijn zo dikwijls eenzaam. Maar u verlaat ons niet, blijft ons in alles nabij. Als we bang zijn, vinden we hulp bij u, Heere God. In al onze onrust bent u het die vrede brengt. In al ons ongeduld is het uw geduld wat ons leert.
Ook begrijpen wij zo vaak en zoveel uw wegen niet. U weet de rechte weg voor ons. Vader in de hemel, lof en dank zij u voor de rust die dat geeft. Lof en dank zij u voor elke nieuwe dag. Lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw in ons leven tot nu toe. U hebt ons veel goeds bewezen. U geeft ons niet meer dan wij kunnen dragen. U laat ons alle dingen ten goede komen. In alles bent u en blijft u nabij. Uw naam alleen zij geprezen. En Heere God, zegen vanuit uw naam dan ook ons samen zijn hier vanmorgen. Niet bij elkaar, maar toch met elkaar. Verbonden met u. Met elkaar door uw Zoon en Heilige Geest van liefde om Jezus wil. Amen. Gaan wij vanmorgen ook met elkaar luisteren naar een bewerking van Gods wet. Ik ben de Heere, zegt God. Ik sluit mijn verbond met jullie. Ik heb jullie in Jezus Christus verlost. Ik wil dat jullie in vrijheid met mij omgaan, zegt God. Mij alleen zullen jullie liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zullen jullie een afgod maken. Ook zullen jullie van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik immers laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, zegt God, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag alle dagen van de week. Je ouders, eer hen als je vader en moeder die ik jullie gaf. Jullie kinderen, zie hen als mijn kinderen die ik aan jullie zorg heb toevertrouwd. Jullie zullen je naasten laten delen en niet vernietigen, ook niet met woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld, zegt God. Daarin zullen jullie trouw zijn, zoals ik jullie trouw ben. Jullie zullen elkaar dan ook respecteren binnen dat huwelijk. De aarde is van mij, zegt God, met alles wat erin is. Jullie bezit is tijdelijk. Jullie mogen het gebruiken als je daar eerlijk mee omgaat. Jullie kunnen onmogelijk mij en tegelijkertijd het geld dienen. Help de armen. Jullie woord is jullie woord. Dus je ja, zei ja. En je nee, zei nee. Als jullie over je naaste spreken, zul je oprecht en betrouwbaar zijn. Erop uit zijn om de naam van die naaste te beschermen. Er mag in jullie hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil jullie alles geven, zegt God, wat je nodig hebt. Wees niet bezorgd. Jullie zullen mij, de Heere, jullie God en Verlosser, lief hebben. Met heel je hart, met heel je verstand en met heel je kracht. En jullie zullen je naaste lief hebben als jezelf. Vanuit de wet mogen wij vanmorgen ook bemoedigd worden. En die bemoediging komt uit de eerste brief van Paulus, waarin hij zegt: ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Amen. Wij gaan luisteren naar de band. Perielien heb ik een auto gekregen. Dat krijg je al wel een keer. Maar er zit zo'n prachtig navigatiesysteem in. En een van de eerste dingen die staan dorst is het instellen van je thuisadres. Dat is wel makkelijk. Als je onderwijs bent en je wist het paad niet meer, dan kun je uiteindelijk toch altijd weer op die manier thuiskomen. En dan zou we een van onze eerste reisjes, weet ik wel, hebben een dochter van ons op een vakantie naar Schiphol gebracht. En toen zijn we een keer met Netro de polder waarom, maar we gingen eens via Noord-Holland en we zochten die Volendam, wie ik eigenlijk ook naar Noordwest. Nou, daar ben we west. En dan wist het paard natuurlijk net helemaal precies waarom. En nou, toen hebben wij de navigatie ingesteld. En we winnen naar mijn krekkenonderwijs. En toen kwamen we het bordje Monnikendamtje in. Ik zei, daar ben ik nog nooit geweest. Dus wij sloegen af en we weken af van de route. Nou, je snapt het al, dat wordt er net heel lang. En toen krijg je al een melding van indien mogelijk omkeren. Nou, dat lukt net altijd. Maar wij zijn terug doorrijden en we zijn in Monnikendam geweest. Maar ik moest toen denken aan, als onze eindbestemming, God, als die invult in je leven, op die levenspaad, dan kun je altijd, als die navigatie aan hersen staan,
zorg het Jezus dat je in die buurt van die lijn bloeist. En dat is net afwijst. En dat dat leven net altijd makkelijk is, dat weten we alle keer. We maken minder mooie en mooie dingen mee. En ik weet nog dat bij mijn schoonouders zo'n tegeltje hong boven de deur. Dus die stier op van, God heeft u geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En dat is zo mooi om te weten, als je dicht bij Jezus blijft op dat paard, dan kom je uiteindelijk op je eindbestemming. En dat is zo mooi om te weten. En dan tegelijk, als we dat doen op onze reis, kennen wij naar Jezus luisteren. Want als we van Jezus afwijken, kennen we dat ook niet meer volgen. En doordat we naar Jezus luisteren kennen, blijven wij dicht bij hem. Dat is een werking dat komt van twee kanten. En het volgende versje, dat gaat erover, spreek o Heer, dan als de Heer thuis spreekt, dan komt dat ook bij ons binnen en dan laten we ons leven direct al leiden. Spreek o Heer. Tot in eeuwigheid.
Spreek, o Heer. Laten wij voorafgaand God bidden om zijn Heilige Geest, opdat wij hetgeen hij zal spreken ook echt kunnen begrijpen. Laat ons opnieuw bidden om de Heilige Geest. Goede God, wij hoorden zo pas in het lied: Spreek, o Heer. En hetzelfde vragen wij opnieuw in dit gebed. Maar voorafgaand vragen wij u: kom met uw Heilige Geest in ons, opdat wij hetgeen gesproken wordt ook zullen begrijpen en bevatten. Opdat wij ook aangeraakt zullen worden door woorden die in de geest ook levend zullen worden. Opdat woorden niet langer statisch blijven, enkel en alleen maar uitgesproken. Nee, Heere God, wij bidden u dat de Heilige Geest ervoor mag zorgen dat de gesproken woorden daden mogen worden in ons leven. Opdat het niet bij spreken alleen blijft. Jezus toonde ons dat ook in zijn leven. Zijn spreken werd een doen. Hij deed wat hij sprak. Zoals ook u elke dag weer doet, Heere God, in het verbond wat u met ons bent aangegaan. Uw woord is ook uw daad. Uw naam is ook wat u bent. Ik zal er zijn. Wij bidden u, Heere God, wees daarom ook nu hier met uw Heilige Geest bij en in ons allemaal. En spreek ook nu de woorden van leven. En wil maken dat we ze ook ons leven mogen veranderen. Uit liefde in liefde. En met liefde voor u en elkaar. Om Jezus wil. Amen. Twee lezingen vanmorgen in deze dienst. Een lezing uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De eerste lezing komt uit het boek Genesis. Het is een korte lezing. Het is uit Genesis 1, de versen 26 tot en met 27. En daarna meteen de lezing uit Matteüs 25, de versen 31 tot en met 45. En na de lezing gaat de band mijn lievelingslied zingen voor u. Maar die kondigen ze straks zelf aan. Maar eerst de lezing uit Genesis. God zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. En zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Luisteren we naar de tweede lezing uit Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat? En wanneer zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Want ik had honger en jullie gaven mij niets te eten. Ik had dorst, jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Tot zover de lezingen. Light my state.
Dat was de rivier. Beste mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten de heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat er op die aarde rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van hem schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen, zegt de Bijbel. God schiep hemel en aarde. Wat klein begon, werd zo groot. En uiteindelijk bekroonde God alles wat hij had gemaakt met de schepping van de mens. De mens die mocht wonen in zijn schepping om haar te beheren, als waren het renmeesters van God. God moet veel vertrouwen hebben gehad in dat laatste deel van zijn schepping. God moet veel vertrouwen hebben gehad in de mens om juist die mens het beheer te geven over alles wat hij eerder maakte. En dat vertrouwen, dat had hij. Maar het pakte anders uit. De mens wilde meer dan beheren. De mens wilde bezitten. En tussen beheren en bezitten zit een heel groot verschil. Beheren is erop gericht dat je voor iets van iemand anders zorgt. Dat je jezelf inzet voor hetgeen je zorgt. Want het is niet van jou. Iemand anders heeft jou iets van zichzelf toevertrouwd in de verwachting dat jij er goed voor zult zorgen. Bezitten is wanneer je iets hebt wat van jezelf is. En ook daar kun je voor zorgen. Maar het verschil is dat jij de eigenaar bent en dus ook de beslissingen neemt. Naast de zorg voor iets ben je in dat geval ook bepalend voor datgene. Jij bent immers de eigenaar ervan. De mens wilde, of wil eigenlijk nog steeds, bezitten de wereld die van God is. Want zo is het. De wereld is van God en van niemand anders. Deze wereld wordt nooit, maar dan ook nooit, ons eigendom. Zo vaak en zoveel staan we daar niet bij stil. Zo vaak en zoveel eigenen wij ons die wereld toe, als zou ze van ons zijn. En juist dat toe-eigenen maakt ook dat wij als mensen, ook in onze tijd, onze plek niet meer kennen. De plek die God voor ons in gedachten had in zijn wereld. Meer en meer zijn wij mensen gaan nemen. Meer en meer hebben wij ons persoonlijk toegeëigend. Dat wat niet van ons is, maar dat wat we samen hebben gekregen om te beheren. En daarmee is dat beheren door ons mensen een ieder voor zich geworden. Eerst het mijn, dan het dijn. Als ik er maar goed voor en mee wegkom, als ik maar krijg wat ik nodig heb, als het mij maar goed gaat, dan zien we wel weer. En zo is de wereld een wereld geworden, zo anders dan God oorspronkelijk in gedachten moet hebben gehad. Een wereld waarin er voor iedereen een plek zou zijn. Een wereld waarin een ieder zichzelf zou kunnen en mogen zijn. Een wereld waarin de ene mens niet meer en niet beter is dan de ander. En belangrijker nog, een wereld waarin de ene mens ook niet meer en beter voelt en meer en beter zich voordoet dan die ander. God heeft de wereld in de handen van de mensen gegeven, niet om haar te bezitten, maar om voor haar te zorgen. Niet om haar te overheersen, maar om haar te dienen. Zoals ook Jezus heeft gedaan in zijn leven. Niet heersen, maar dienen. En nu kijken we vandaag, vanmorgen met elkaar terug naar die wereld. Die wereld die nu zo op zijn kop lijkt te staan. Zo anders geworden dan eerst gedacht. Die wereld klein begonnen met de schepping van één kleine enkele cel in liefde begonnen en ons gegeven om te kunnen bloeien en te groeien in rijkdom, in liefde, in geluk, in een voor ieder wat wils. Maar ook in een ieder mag zijn en een ieder telt mee. Nou,
Die wereld is gaan groeien en bloeien. Vele en vele mensen zijn gekomen na dat eerste begin. Gegroeid is die wereld in van alles en nog wat. Die rijkdom is gekomen. Maar ja, helaas, lang niet voor allemaal. Liefde is er eveneens, maar ook hier helaas, lang niet voor allemaal. En helaas, in onze wereld mogen mensen van andere mensen zo vaak niet zijn wie ze ten diepste zijn. En weten we ook heel goed dat heel veel mensen niet meetellen in de wereld van vandaag de dag. Dat mensen nog steeds door medemensen worden overheerst, gebruikt of misbruikt. Dat ze worden ingezet als pionnen in een spel waarbij ze langzaam maar zeker steeds verder uit elkaar worden gedreven. Waarin er tweespalt wordt gezaaid met de nadruk op het verschillend zijn, op het anders zijn. Steeds groter, breder en meer wordt dat anders zijn uitgemeten. Met als gevolg dat tussen die verschillen uiteindelijk onoverkomelijke kloven komen. Onoverkomelijke kloven tussen mensen die uiteindelijk allemaal als mensen geschapen zijn. En dus vanuit dat mens zijn ook allemaal even belangrijk zijn. En ook allemaal dezelfde status hebben. Mens. Niet meer en niet minder als iedereen. Mens. Mens die mag zijn, mens die erbij hoort, mens die meetelt, mens die belangrijk is, mens die gelijkwaardig is aan iedere, elke andere mens. Ergens is het fout gegaan. Want mensen stellen zich al heel lang niet meer gelijkwaardig op ten opzichte van elkaar. Mensen zijn elkaar in zoveel dingen gaan overheersen en daarmee elkaar ook gaan bestrijden. Ook hier weer. Waar het eigen ik verheven wordt tot het allerhoogste, wordt het andere ik verlaagd naar iets wat het niet is. Ergens zijn wij een andere weg gegaan dan bedacht en gedacht door God. Wilden we gelijk zijn aan God en in plaats van beheerder te zijn, wilden we heerser worden. Heersers, bepalend over allen en iedereen. En nee, wij kunnen in deze de schuld niet zomaar even bij God leggen. God is vanaf het begin immers een God van vrijheid geweest. Hij heeft mensen niet voor niets de ruimte en de mogelijkheid gegeven om te kiezen. Te kiezen wat ze zelf willen. Geen enkele denkbare God buiten deze God is daar zo ver in gegaan. Om mensen hun eigen autonomie te geven, waarbij ze ook vrij zijn om hun schepper los te laten als ze dat willen. Die autonomie toont hoeveel God om de mens geeft. Hoeveel vertrouwen God ook heeft gehad in diezelfde mens. Dat hij of zij hem niet gedwongen hoefden te dienen. Maar dat God er vanuit zijn liefde voor die mens in Christus wel altijd voor die mens zal zijn en blijven. Onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die geeft. Een liefde die eerst aan de ander denkt. Een verbond tussen God en mens. Ontstaan uit enkel en alleen maar liefde. Een liefde die ons mensen ook zegt, jij mag zijn. Want jij bent bijzonder in wie jij bent. Een liefde waar wij als mensen onderling klaarblijkelijk niet zo goed mee uit de voeten kunnen. Waar wij als mensen zoveel en zo vaak onze eigen draai ook aan geven. Vaak juist niet vanuit die ander, maar meestal vanuit onszelf. Ik. Wij mensen doen die liefde zo vaak en zoveel niet. Willen en kunnen de ander zo vaak en zoveel niet begrijpen. Omdat juist ons eigen ik ons zo vaak en zoveel in de weg staat. Eerst ik. Niets menselijks is ons vreemd. En daarna zien we wel weer. Eerst ik en daarna de ander. En daarna mee geven we de ander ook een andere plaats dan onszelf. Met eerst ik verheffen wij onszelf als het ware boven de ander. En als dat te veel en te vaak gebeurt, zal die ander zich op een gegeven moment ook anders gaan voelen. Immers hij of zij wordt anders behandeld. Hij of zij komt niet op de eerste plek, maar op een tweede of misschien wel derde of vierde plek.
En zo gaan wij mensen in de wereld om met mensen die een andere kleur hebben, met mensen die anders denken, met mensen die anders voelen en ervaren dan de maatschappelijke tendens, met mensen die anders geaard zijn of die anders geloven, met mensen die anders leven en met mensen die er anders uitzien. Zo gaan wij anders om. Zo gaan wij met anders om. Anders zijn mag, mits wij dat goed vinden. Anders zijn mag, mits wij daarmee uit de voeten kunnen. Anders zijn mag, mits ons dat ook zint. Zo gaan wij dikwijls met anders zijn om. Maar besef, anders zijn maakt een ander niet minder dan jij. Het feit dat iemand anders is, anders doet, anders het beleeft dan jou, maakt niet dat jij daarmee voor de ander kunt bepalen. Dat jij daarmee over de ander kunt heersen. Dat jij daarin superieur bent aan die ander. Nee, zo zit het leven niet in elkaar. Zo is het leven door God niet bedoeld. Juist de veelkleurigheid in zijn doen en laten bij mensen zou in plaats van een bedreiging een verrijking moeten zijn. Toont alleen maar meer aan hoe bijzonder en hoe uniek elke mens is. Geen twee dezelfden zijn van Gods hand gekomen. Dat geldt zelfs voor tweelingen en drielingen. Geen twee dezelfden zijn van Gods hand gekomen. God heeft al zijn energie gestoken in het unieke en bijzondere van elke mens. En dan gaan medemensen elkaar daar juist op bestrijden? Beseffen wij wel dat wij zelf in de ogen van de ander zelf ook anders zijn dan hem of haar? Beseffen wij wel dat die ander hetzelfde met ons kan doen, daar waar het heersen en bepalen betreft? Als anders zijn daar de grond van is, dan kan het andersom toch ook? De ander als anders zien is één ding. Maar er een waardeoordeel aan hangen ten gunste van jezelf is iets heel anders. Dan maak je juist het unieke van die ander tot een minderwaardig iets. Wat het ten diepste in het geheel niet is. Dat waardeoordeel toont tegelijkertijd ook je disrespect voor de schepping. En daarmee ook je disrespect voor de schepper zelf. Toont je disrespect voor God, jouw maker, jouw schepper, maar ook de maker en de schepper van die ander. Dan heb je klaarblijkelijk niet begrepen waar het om gaat in de schepping, waar het God om te doen is geweest. Mensen maken naast zijn beeld, die vanuit éénzelfde liefde als hij voor hen voelt, de wereld beheren in plaats van beheersen. Die er alles voor over hebben om die wereld waarover zij het beheer hebben gekregen te laten gedijen. Juist omdat die wereld niet van henzelf is, maar van hun maker, hun schepper, hun God de Heer. En laten wij als christenen vooral ook in de spiegel kijken op dat gebied. Want geloof me, christelijke mensen zijn in het beheren van die schepper echt niet meer en niet beter dan niet-gelovigen of andersgelovigen op dat gebied. Ook wij zelf als christenen zetten onszelf zo vaak en zoveel op plek 1. Wat wij vinden, wat wij voelen, wat wij denken, dat is de waarheid. Zo denken wij, zo zeggen wij vaak. Ook in ons gemeenschap en kerk zijn worden nog steeds zoveel en zo vaak mensen naar een achtergrond geplaatst. Mensen uitgesloten, mensen de rug toegekeerd of mensen genegeerd omdat ze anders zijn. Of omdat ze niet passen in het plaatje. Of omdat ze door ons worden afgekeurd als bouwsteen van gemeente en kerk. Niet goed genoeg, weg ermee. Ook de kerk en haar mensen heeft daarin zo dikwijls nog een bord voor zijn hoofd. En dan zeg ik het netjes. En dat terwijl God zulke andere gedachten en plannen met ons voor heeft. In zijn Zoon leert hij ons dat ook opnieuw. Zijn Zoon die hij ons uit liefde heeft gegeven. Zijn Zoon ons grote voorbeeld daar waar het over liefde en daar waar het over geven gaat. We hoorden er vanmorgen over in het evangelie naar Matthäus, waar Jezus zo duidelijk is in zijn woorden als het gaat over de naaste en diens plaats in ons leven. Beste gemeente, lieve mensen, weet u, in het Rijk van God
telt niet je status. En het rijk van God telt niet hoe groot rijk of hoe goed je wel niet bent. In het rijk van God is het niet je macht en je alles overheersende kracht wat beloond zal worden. Nee, het gaat daar niet om wat je allemaal hebt bereikt in je leven en wat je daarvoor hebt gedaan en gelaten. Sterker nog, het gaat daar al helemaal niet om of over jou. Het gaat in het rijk van God vooral om de plaats die jij hebt gehad in dat leven. Dat leven je gegeven. Heb je dat leven in liefde Gods geleefd? Geleefd met de bedoeling zoals Hij het je gegeven heeft? Leefde je voor de ander? Of leefde je toch misschien alleen maar voor jezelf? Of zoals Jezus zegt in Matteüs. Was je er toen de ander honger had of dorst? Heb je hem of haar gevoed en te drinken gegeven? Was je er toen die ander nergens terecht kon? Heb je hem of haar ruimte geboden in jouw leven? Was je er toen die ander geen warme kleding had? Heb je hem of haar gegeven wat hij of zij nodig had? Was je er toen die ander ziek was of gevangen zat in wat voor systeem dan ook maar? Heb je die ander verzorgd in zijn of haar ziek zijn? En was je er toen die ander buitengesloten werd? Om die vragen, gemeente, gaat het in Gods rijk. Om die vragen gaat het als we het hebben over mens zijn. Mens zijn naar Gods beeld. Want het is niet zo dat we in het geloof zo vaak en zo gemakkelijk uitspreken dat we er altijd voor de ander zullen zijn. Dat we in alles altijd voor de ander zullen zorgen. Dat we hoe dan ook altijd voor de ander op zullen komen daar waar anderen dat niet meer doen. Is dat niet wat we vaak zeggen en belijden? Is dat niet waar wij als christenen voor staan? Maar is het ook niet zo dat bij velen van ons, inclusief mijzelf, dat wanneer wij in de spiegel kijken naar onszelf en eerlijk zijn in hoe wij met anderen omgaan, tegen anderen doen en over anderen denken, dat wij dan ook Jezus aan de andere kant van de spiegel horen vragen: ik had honger, ik had dorst, maar waar was jij? Ik was een vreemdeling zonder plek, maar waar was jij? Ik had geen kleding en was koud, maar waar was jij? Ik was ziek en zat gevangen, maar waar was jij? Want geloof me, gemeente, dat zijn de vragen die ook vandaag de dag nog klinken. Daar wat het gaat over ons omgaan, over ons er zijn voor de ander, over hoe we naar anderen kijken en anderen behandelen. In dat alles doet God in Jezus steeds weer opnieuw een beroep op ons, om ons te laten inzien wie wij ten diepste zijn, maar vooral ook in wie de ander ten diepste is. Ook hij of zij is en blijft een kind van God. Ook hij of zij heeft dezelfde rechten als jij. Ook hij of zij is evenbeeld van God. Dezelfde God als jouw God. Misschien anders denkend, voelend en belevend. Misschien met een andere achtergrond dan jij. Maar in God gelijkwaardig. Niet meer, maar ook niet minder dan de ander. Beste mensen, beste gemeente, in alles wat nu is en in alles wat nog komt, laten we daarbij stil blijven staan. Dat we allemaal mensen zijn. En dat we zo ook naar anderen blijven kijken. In alles wat we zeggen, in alles wat we vinden, in alles wat we doen en in alles wat we denken. Blijf in de spiegel kijken. Blijf Gods stem in Christus horen. God die met ons iets heel kleins is begonnen. Iets kleins wat heel groot mocht worden in zijn liefde. Laten wij in diezelfde liefde ook voortgaan. Laten wij in diezelfde liefde ook blijven bouwen aan die wereld met elkaar. De wereld die niet van ons is, maar die van God is. Maar ook de wereld waarin wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan. Laten wij weer beheerders worden in dienst van, in plaats van heersers over. Dan worden wij weer mensen. Mensen zoals bedoeld. In een schepping die klein begon, maar die mag groeien in liefde.
Laten wij dat vooral doen met elkaar. Want wat klein begint, zal ooit groot zijn. Amen. Jezus is het levende wetter. Vol van kracht, leefde en trouw. Laten we daarom zien naar mijn grutmaatje terug het volgende noemen te gins, jongen. Dit is water. Wat er ook komen gaat, er is één ding dat blijft staan. U bent trouw, Heer. U bent trouw, Heer. Dus ik spreek uit uw woord. Het brengt kracht en levenswoord. Kom en breek door. Willen wij dan nu de Heere God dank zeggen en voorbeden doen. Heere God, Vader in de hemel, machtig God en schepper van hemel en aarde, u geeft ons warmte om te leven en we zien in dat leven uw zonlicht en we danken u voor dat bijzondere geschenk, Heere God. En we prijzen uw liefde die het landschap elke dag opnieuw zijn eigen gezicht geeft met uw wolken en luchten, als steeds wisselende schilderijen daarboven
getuigend van uw liefde voor ons. En wij aanbidden uw grootheid in heel die schepping. Heilige God en Vader van Jezus Christus, dank u wel voor deze dag waarop wij bewust tijd voor u mogen nemen. En we prijzen u voor uw goedheid. U hebt immers in de wildernis van de wereld uw Zoon gegeven als een begaanbare weg naar u toe. Dank u voor die nieuwe, levende weg, onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus, Zoon van God, u die van boven naar ons kwam om ons te redden uit de macht van het kwaad, wij bedanken u voor uw bevrijdende werk. Zonder uw bloed was er voor ons geen vergeving. Zonder uw offer was er voor ons geen gerechtigheid bij God. Dank u wel dat u het goed maakte tussen God en mensen door uw sterven aan het kruis en uw opstaan uit het graf. God van liefde en genade, onze dank aan u is groot, want u bracht ons hier bijeen vanmorgen. Niet bij elkaar, maar wel met elkaar, om uw stem te horen. Terwijl wij uit onszelf weinig oog hebben voor elkaar, geen gehoor zouden geven aan uw woorden. U brengt die verandering steeds weer in ons tot stand, lieve God. En daarvoor zijn we u diep dankbaar en prijzen wij uw heelmakende werk. Heere God, Vader in de hemel, wij bidden vanmorgen ook tot u voor de nood van de wereld. Een wereld waar de nood zo hoog kan zijn dat ons het licht haast wordt ontnomen. Een wereld die soms zo vol haat en geweld is dat we soms bang zijn dat de liefde niet zal winnen. Wij bidden u vanmorgen dan ook voor de nood van deze wereld en voor de nood van al haar mensen. Heere God, wij bidden, zie om naar uw wereld. De wereld die u gaf als een prachtige tuin, maar die wij mensen soms zo maken tot een dorre vlakte. Help uw mensen om in die wereld stand te houden. Een wereld waarin de weg naar u steeds moeilijker te vinden lijkt. Een wereld waarin de afgoden en de afleiding soms ook ons van u verwijderen. Wij bidden u dan ook, help uw mensen die zo zwoegen in deze wereld. Heere God, wij vragen u ook, wees met hen die verantwoordelijkheid dragen in deze wereld. Geef de volken leiders die het volk dienen in plaats van andersom. Geef wie verantwoording krijgt een hulpzoekend hart en een daadkrachtige geest. We vragen u met hen te zijn die deze wereld leiden, zeker in een tijd als de onze. Heere God, zo bidden wij u voor de nood in deze wereld, voor alle mensen die ziek zijn en die niet weten wat de dag van morgen hen gaat brengen. Zo bidden wij u voor allen die eenzaam zijn of die moeten missen de persoon van wie zij zo hielden. Heer God, wij bidden u voor mensen die het niet meer zien zitten, die niet meer weten waar nog heen. Leg als een stille dauw van rust en als een liefdevolle Heer uw arm om hen heen, elke dag opnieuw. En zo bidden wij hier vanmorgen ook in verbondenheid met elkaar. Wil ook zijn met ons allemaal persoonlijk, opdat wij leren mens te zijn zoals bedoeld. Mens om te geven. Mens die als eerste naar de ander kijkt. Mens die leeft voor en om de ander. Zo bidden we samen in diezelfde verbondenheid de woorden van het gebed wat Jezus onszelf eens heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu het moment voor de collecte. En u ziet zo meteen, krijgt u een filmpje te zien met daarin de uitleg over de MAF-zendingsvliegers. En die zending doet op plekken die niet zo makkelijk te bereiken zijn. Daarvoor is het nodig dat men er met het vliegtuig naartoe gaat, naar ver afgelegen oorden. En we kunnen ons wel voorstellen hoe belangrijk het is dat dat zendingswerk ook doorgang vindt. Zeker ook in tijden van nu, waarin eigenlijk al het zendingswerk veel moeilijker wordt. Daarom het zendingswerk van MAF van harte aanbevolen. En u kunt via een speciaal nummer kunt u dat ook overmaken. Volg nu het filmpje over MAF. My name is Safiri. I come from Katse, which is in the heart of the mountains. The mountains are far. It can take 3 days for people in some of the villages to get to the nearest city. Before MAF, it took me that long to reach them. Isolation is so much more than separation. In many places around the world, isolation means being entirely cut off. Individual people and entire communities completely removed from the outside world, from basic human needs, and from the message of the gospel. Separated by geographic, political, and even religious barriers. Mission Aviation Fellowship works to overcome isolation. So even people living in the most remote places can respond to the gospel. Since 1945, MAF has used the tools and talents God has given us to reach isolated people. Flying airplanes, developing technology, delivering related training have opened doors for our missionaries and the churches and organizations we serve to overcome isolation so the hearts of these people might be filled with the love of Jesus. From MAF's first flight by Betty Green to Nate Saint and four others making the ultimate sacrifice to bring the gospel to the jungles of Ecuador, to finding technology solutions like radios, VSATs, and sophisticated mobile apps to overcome barriers separating people from knowing God. MAF missionaries leave behind friends, families, and all that is familiar to follow Christ and take His love to the farthest corners of the planet. It took me a while to become a Christian, but after I did, I wanted others to know. So I went back to the villages to share Jesus' love with them. The needs are great here. If a woman has a baby, if someone gets hurt, they have no way out. They would not be able to make it. When MAF comes, everything changes. MAF works so that individual lives, churches, and communities can be transformed by the love of Jesus Christ, working alongside our many partners to bring medical care, community development, Bible translation, evangelism, and ultimately hope to places where there is none. Mission Aviation Fellowship continues to share Christ's love from deep jungles to rugged mountains,
to war-torn countries. Because we believe everyone deserves access to basic human needs. Everyone deserves a chance to hear the name of Jesus Christ. God has brought hope to a place where there was no hope, and it impacted these people. It changed me. Zoals u allemaal hebt kunnen zien in het filmpje met betrekking tot de MAF-zendingsvliegers, een collecte van harte aanbevolen. En met dit filmpje zijn we ook gekomen bij het slotlied in deze dienst. En dat is voorafgaand aan de zegen, het zegenlied. Het woord is aan de band. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. Thank you.
Fijn dat we vanmorgen ook deze dienst weer op deze zondag met elkaar mochten beleven hier vanuit de Verbindingskerken. Begeleidingsband, heel erg dank voor jullie medewerking ook aan deze dienst. Heerlijk om weer te horen zingen in de kerk. Doet zo goed. Dank voor jullie medewerking. Maar ook dank aan RTV NOF, want ook dat mag wel eens gezegd worden. Al die weken weer deze diensten verzorgen, elke zondag weer, die mensen kunnen volgen. Ook de medewerkers van RTV NOF, dank voor jullie hulp en jullie bijdrage erin. Of eigenlijk dank voor het feit dat jullie dat verzorgen. En ook dank aan de medewerkers hier van de Verbindingskerken. Dank dat deze dienst doorgang heeft mogen vinden. Ik wens u en jullie allemaal een goede zondag, verder een goede week. Gedragen in de liefde Gods voor u en voor elkaar. Een liefde die ook zichtbaar mag worden in de zegen die God ons in alles geeft. Want wij mogen weten dat de Heer voor ons zal zijn om ons de juiste weg te wijzen. De Heer achter ons zal zijn om ons te beschermen tegen gevaar. Wij mogen weten dat de Heer onder ons zal zijn, zodat wij nooit ten onder zullen gaan. En dat de Heer in ons zal zijn om ons te troosten in verdriet. Wij mogen weten dat de Heer naast ons zal zijn als een beschermende muur waar anderen over ons vallen. En de Heer zal boven ons zijn om ons te zegenen. Zo zegent God ons vandaag ook met zijn liefde, met zijn waarheid, met zijn vrede, nu tot in eeuwigheid. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Amen. En daarmee ben we aan de eindkam van deze dienst en kan ik er eigenlijk net heel volle meer aan toevoegen. Jan, tige dank voor die mooie woorden. De vrijwilligers die hier onwijzig binnen, hagen dit weer graag voor jou dienen om deze dienst bij jou thuis te brengen. Mocht je de dienst nog eens een keer zien willen, dan kan dat via onze social media kanaal. Zie ik u op Facebook en op YouTube. En ook op onze website kun je in de rin van de dij rtvnof.nl de dienst nog eens een keer weer omzien. Van de jongen, vanaf 10 uur we de dienst weer hellen op televisie. Elke 12 uur, dus ik om 9 uur en om 11 uur. Dus ik op die manier kun je het nog een keer weer omzien. De collecte, ik vanuit u is wij hartelijk bij jou aanbevolen. Via kerkcollecte.com kun je jouw donatie heel eenvoudig, uw meidje via Ideal of meidje doen naar het bankrekeningnummer wat je ook in beeld steen zien ha. En ik op die site kun je dat nog een keer weer om zien. Wij sluiten al hier vanuit de Westerijn. We hopen dat je een hele mooie dienst houden ha. Dank voor het luisteren, dank voor het zien en heel graag ontnijwieken. Doeg.